Die willen echt klappen werken. Daar staat hij aan. Ja, maar baas uit. Een kanon! Hallo! Ja, maar ik was ik heb jullie wel in de gaten naar beneden hoor. Het is vastgelegd. Roep die maar! Ik ga nog voorstaan. Ga nog voorstaan. Sorry ja. Dat is toch leuk, hè? Dat is toch leuk. Vanavond ben hij onder het blokje, niks meer dan. Waar ging hij mee met Kitty? Nee, vanaf vanavond. Pit, vanavond dat hij niks meer dan. Hoe heet hij nou? Wie? Hij staat erop. Als je voorop, onderop. Als je hem omdraait, staat op de onderkant. Staat erop. We moeten hem omdraaien. Hij zegt ook niks, hè? Nee. Hij staat aan de onderkant. Nee. Onderkant namelijk. Nee, dit is Achilles. Ja. Achilles. De beest ligt eronder. Achilles! Stop! De beest ligt eronder. Ja. Nee, Achilles. Ik kan het zelf zien, man. Een middenzakje. Dit is Achilles. Ja, dat is hij. Van de beest. Ja, kijk.
Nee, ik ben jou toch niet hoor, ballenfan. U hebt gezien, dan mogen wij het opeten. Ja hoor. Gaan we naar McDonald's. Dat is eigenlijk weer voor, want als ik kijk aan de hoor, ik zie achterbalkant. Het trekt vanavond alle shoots in. Hey, ik kan maar. Wie? Ja, ik nu al. Die Kitty heeft me helpen eigenlijk. Kijk, ze hebben meestal alle twee gelijk. Oh, dat is doopbelig, hè? Ik ga gewoon naar buiten staan. Oh-oh. Hij komt er niet meer in, hè? Stel jij dat ik een stop? Even de muziek af. Even de muziek af. Zachter. Oké, zet je bij. Kitty, het was voor ons al heel moeilijk natuurlijk. Van wat moeten we nou allemaal gaan doen? En we wisten wel dat we goed terecht waren gekomen. Maar ja, we moesten toch even die doopzeel van jou oplichten. En het was toch allemaal even te kijken van wat is het nou allemaal. Daarbij hebben we natuurlijk ook gedacht van wat is het, hoe moeten we dat nou doen. Nou, je weet, die bananenclub, die wedstrijdploeg, ja, die hebben toch het nodig even opgezocht. We hebben ten eerste je cv even gelicht. Want dat was het eerste nodig natuurlijk. Ja, we wisten niet zoveel hoor. We zullen het niet te lang maken. Dus hier het zijn maar drie vellen en ze weten dan, ja, hoe gaan jullie nou eigenlijk staan? Ik kom maar joh, het is wel een heen en weer gedraaid. Hoe kan ik nou daar rustig mee verder gaan? Ja, het is goed zo. Luisteren jullie nou of hoe zit het nou? Of en bij de lijn blijven, hè? Goed. Nou, we hebben dus al eerst de cv gelicht. En dan komen we dus aan elkaar, aan de raam. De naam zie je wel. Kitty Renering eerder. Die Nering. Ja, wat is er nou weer? Ja, wat is er nou weer? Ja, wat is er nou weer? Oh, no. We zullen dat vergeten, die twee die eerste naam benemen. Maar we houden het bij Kitty eerder dan. Ja, dat zie je wel. Geboren. Ja, ja. Goed zo. Goed. Ja. Te? Nou, dat is een goede vraag. Waarschijnlijk thuis. Dat mag hier. Misschien niet. Misschien niet. Nou, we zullen het op thuis houden. Nou, een keer. Opleidingen. Jawel. Ja, want ze hebben ook specialisaties van. Ja. Opleiding tot rode krijger. Ja, wat voor rode krijger? Bij de afdeling Nijmegen. Oh. Dat begint het alarm niet. Nee, hold maar. Wacht maar, ik zal je uit de nood helpen. Want daarna hebben ze de opleiding kaderinstructies. Ja, dat was het ergste. Instructrice, ja. Nou, maar hier viel het op de van Oranje Kruizen. Ja, dat is niet een probleem, Joost. Oh, is dat een probleem? Nou, goed. Maar die staat open. Dan hebben we de volgende opleiding tot sportmasseuse. Ja, maar dat was zo prettig. Zullen we daar niet verder over uitweiden, want ik heb namelijk gehoord ze oefenden in groepjes van drie. Af en toe thuis. Ja, maar dat was wel lang. Maar dan had ik het mee. Nee, ik mag daar niet verder over uitweiden, want die jonge man die heeft gezegd van niet vertellen verder. Dus dat doe ik ook niet. Hou ik ook dan. Nee, want er was, ja, van krimp en verrekje. Dat was de sportmasseuse. Ja, nee,
Ze oefenden dat thuis heel graag. En ze deden dat met z'n drieën. Ja, maar ze dit vooral s'avonds laat vreemd. Nee, Tini Becking was erbij. Ja. Kitty en Mary was erbij. Ja, nee, je vergeet die andere uurtjes. Nee, er was nog een derde persoon bij. Ja. En wie was dat dan? Ja. Ja, dat is voor jullie de vraag en voor mij de weet. En voor Kitty ook, want Kitty weet het. Ja, maar dat waren de laatste uur. Nee, nee. Toch niet, hè? Ik zal het ze niet vertellen wat hij mij verteld heeft. Want hij is nu glazen wassen. In zijn vrije tijd danst hij. Stil nou! Nou heb ik de mond niet voorbij gepraat, hè? Ik heb gezegd netjes dansen. Ja, afijn dat het was. En daarna, ja, ik vergeet dat maar gauw, want ik wilde dat niet vertellen. Maar daarna is ze benoemd tot stamhoofd. Stamhoofd en rode krijgers van de afdeling Nijmegen. Dat hebben jullie geweten. Nou, maar tijdens die periode eigenlijk die daartussen zit, hebben we toch nog wel wat andere dingen opgenomen. En die gaat hiernaast u vertellen. De heldendaden bij de kolommen en staf. Ja, dat is een hapje. Koningswinter 1983. De drachtvelden met een kabelbaardje omhoog. Een beetje nog van dit en dit. Dat bleek dat Kitty hoog te vrees had. Ja, ja. Twee grote provinciale wedstrijden mee gaan organiseren. Heb ik ook nog gedaan. En de goede bijdrage geleverd aan internationale wedstrijden in Sint-Walbrink. Ja, die wilden ze graag weer organiseren, hebben ze gezegd. Zo snel mogelijk, zo snel mogelijk. Dat is goed. En de beruchte wedstrijdploeg. Berucht? En dan de twee watersnoden. Op eigen wijze. Ja. Mensen was al net niet geëvacueerd. Nee, ze mocht alleen niet thuis komen. Nee, ze mocht niet naar huis. Ondersteuning bij de trommelblaadje. Maximale grote verkopen afdalen. Mag, ja, dat is. Ze verkocht er altijd 200 tegelijk. Ja, maar bundelen er één. Nou, dat vertellen we niet, hè? Maar ze hadden altijd kort vanaf, hè? Bundelen een dag. Binnen één dag? Wat? Ja, ja, dat is wel groot. Weet je wat we doen? We laten een stukje. We laten nog wat aan Anne ook over. Relaties en veelvoud. In nature als een commissaris. Nou, want er ging veel vrije tijd in zitten, hoor. Jongen. Ja, die hoedjes, hè, die had ze op hen aanvoeren. Had ze voor de hoedjes erbij, hè? Ja, vispotjes. En ja, daar waren de mensen bij, die waren niet zo blij mee, maar het was voor zo. In de tijd van ons. De hoedjes aangeschaft voor de dames. De ondersteuning van het experimentele Sigma Team. Maar dat was wat, hè? Oh. Als de Johannesbotel. Ja, maar je vergeet één ding. Vergeet één ding. Aan de cola. Nee. De bossenbollen. Ja. Jij mag ook nog in de. Oh, mag ik ook nog in de? Ja. Oh. Ja, dat is het ergste voor jou. De bereikbaarheid van de krijgers. De SAS was optimaal. Onder andere de vernieuwing van haar verbeusapparatuur. Nou, Ja. Ja, dat komt het ergste. Mario? Ja, dat is kerkgoed geregeld. En haar onderdak. Ja, welk onderdak? We zullen niet echt helemaal in die thuis gaan, maar goed. Voor blaadprikkers, maar goed.
Ja, maar hou even, hè. Die tent die gebruikt die wedstrijdploeg nou ook iedere keer, hè. Ja, maar is het wel een Hondo. Ja, maar dan is dat denk maar een andere opslag. Nee, moet je zo hard opzakken. Dan volg je de tent. Mag je nooit hard opzakken, zoiets, joh. Wat? Een beetje. Je bunkelt tent, dat is heilig. Ja, maar dat is ook iets wat heel nodig is. Ja. Nee, zit er niet op. Ja, ze kunnen niet naar binnen. Dat weet ik, maar goed, daar hebben we het nou niet over. Overige Haldendalen. Ja, ik ben gespeeld. Overige Haldendalen. Oh ja. Goed les voor mijn eigen werk. En het in te vullen door in ieder maar, hiertoe. Weet je wat je doet? Als jij nou dat beneden. Want Mario die staat de hele tijd met een hele bak al. Dat is zes. Maar die laten we nog even staan. Want, namens de wedstrijdploeg. Kijk, want je weet eigenlijk, onze wedstrijdploeg uit Nijmegen die heeft zelf een t-shirt ontworpen. Vandaar, die hebben we ook aan. Ja, onze bananen. Onze bananenclub. En Kitty, je wilde altijd eigenlijk dat we netjes in het uniform gingen. We hebben een net uniform gemaakt. Een eigen t-shirt voor de wedstrijdploeg. En we wilden jou er toch een aanbieden. Ja, hoop. Maar erachterop hebben we wel wat anders geschreven. Want, oh, dat was voorop, ja. Zie je wel. Zo vaak kijk ik er nou naar. Ik kijk altijd naar die achterkant en dan denk ik dat het hun voorkant is. Want ze lopen veel te hard om uit. Kijk eens, Kitty. Alsjeblieft. Dat is van die hele ploeg die je zo veel leed, maar ook plezier zorgt. Maak je die voor dat Mario van de gat? Ons? Deel nou even. Jij mag nog niet. Oké. Maar wat hopels? We hebben toch ook voor jou nog wat ingezameld. En dat is niet alleen van de kolonnen. Daar zit ook welver bij. Daar zit kantoor bij. Er zit eigenlijk van alles bij. Maar we wisten waar jij graag van hield. Ja. En dat was eigenlijk van de modderbaden. Vandaar dat we toch handschoenen hebben meegebracht. Ja, je kan zo op je hoofd aantrekken. Nee, mevrouw, ik denk het wel. Jij? Ik? Ja, want we hebben het modderbad voor je meegebracht. Wij zijn speciaal vorige week eventjes richting het modderbad gegaan. En ik heb daar de nodige modder gekregen. Ze zei, dit is speciale modder, daaruit wegloopt vandaag. Want het was bij de bovenste molen, nou het was heel veel zoeken. En daarna moesten we het bos in om die modder te gaan halen. Wat schijnt als dat iedere keer uit het bos gaan halen. Nou, weet je wat het ergste was? En, het was wel weer dezelfde kindje wat ik moest doen. Ik kan niet mee. Het ergste is, je zal hem helemaal uit moeten pluizen. Want er zit overal wat gestopt. En die mag in de bos. Ga liggen. Koud, hè? Ja. Nou, dan. Ze moeten straks
straks hier zijn hoor. Ja, dat wordt ja, dat echt een pijn. Nee, ik ben daarvoor te vinden. Dus. Plastic niet, hè? Nee. Plastic komt er overheen. Dat komt er later overheen, hè? En dan tissue. Ja, jongens, zou hebben, hè? Ja, ik heb daar fijn hebben. Ik doe we dat nou zo meteen. Ik vind geen pak. In die Schweiz. Nee, die zit niet in de Schweiz. Die zit in de hoek. Die komt daar niet aan te pas. Ik denk dat Rini Ja, kijk, zie je wel. Wat is het? Wel, maar ik ben een champignonster. Het is wel heel moeilijk te zien, hè? Het is wel heel moeilijk te zien. Ja, als je dit pakt, hè, hoef je niet verder te graven. Ja, ze moet wel verder graven. En dan kan ze alles in die meenemen. Ah, dan zit het gewoon die hele bak mee. Oh. Weet je waar het om gaat? Ja. Aan de andere kant zien. Heel. Ja, wat jullie gedaan hebben, echt gewoon ideaal. Iemand voor? Maar ik heb iets anders gemerkt. Ik ben niet de eerder namelijk. Ik mag niet malen. Malt is voor u? Nee, maar het is ook het is voor u. Dat zal natuurlijk, want ik heb het vanwege ook niet meer. Er gaat het een en ander veranderen in de telefoonkamers. Alleen we moeten rekening houden de komende tijd, er gaan dingen op de helling, er gaan dingen aangepast worden. Morgen is er niet dat ik heb, we gaan er wel mee gaan. De manier die we zelf op elkaar spreken. Dingen gedwongen gaan doen, omdat het wel op de club hoort, dat werkt voor mij ook niet. Dus wat dat betreft zullen we elkaar beslissen komen tijd lang. Heel vaak het moeten om te praten over al datgene wat er gaat gebeuren. Ik ga genieten van helemaal andere leuke dingen. Nogmaals, bedankt voor alles wat je gedaan. Van andere mensen nemen we nog andere manier afscheidingen. Dat hoort er nog wel. In elk geval, onze klonencommandant zijn we vanaf 1 mei kwijt. Hoe we verder in willen, wie dat gaat overnemen, maar de leiding blijft overnemen. De zaak begeleiden en besturen. En hoe het dan verder gaat, nogmaals. Ik weet het ook niet, want er zijn zoveel onzekere factoren. Ja, dat is niet. Dat is heel erg. Wacht dan even, het is niet. Alfabet. John, heb je al gemeld wie dinsdag heeft gekomen? Ja, leuk hoor.
Dinsdag gaan we niet. Nee! Zal ik even. Ja, eerst zal het gaan vallen. Mario, heb jij je schaar niet bij? Het is wel makkelijk, hè? Voor technisch voor alle mensen uit de diensten. Een zakmes. Ja, dat is wel handig, ja. Ja, moet eigenlijk een grote kop. Ja, voor ieder jaar één, want jij je bent ook begonnen met je EHBO, daarna de basis, schor, reanimatie en zo langzaam maar verder eigenlijk, totdat je voor het Oranje Kruis reanimatie niet wilde doen. Maar dat is zo erg niet, die heb ik gedaan voor je. Kijk, ik heb het groen meegekregen. En de vaas. Maar nou wil ik toch hebben dat de antwoord. Waar gaan we met je bloemen naartoe? Naar beneden. Daar moet opgedronken worden. Daar moet opgedronken worden. Daar moet opgedronken worden. Yeah.
chapeau, op het ijsje. Hey, wil je gewoon, jij bent zo gevaarlijk. Hé, wat? Jij bent zo gevaarlijk. Thank you.